Job Cohen, we kennen hem natuurlijk als een bekwaam politiek leider. Maar of hij nu ook degene moet zijn die Project X eventjes moet analyseren? Vind ik wel opmerkelijk. Ik heb even zijn Facebookprofiel gekeken. Het laatste bericht dateert uit februari van dit jaar. Ook door een redactie geplaatst. Er wordt gezegd dat u niet zo efficiënt twittert. Maakt, voelt u dat ook zo? Kijk eens, ik gebruik het op mijn manier. En de ene keer gaat dat beter dan de andere. Zover als ik weet en heb na kunnen gaan, is Job, ondanks zijn Twitterlessen die hij in het verleden kreeg, geen actieve twitteraar, geen Facebookgebruiker. Ja, en is het wel heel lastig om daar een oordeel over te gaan hebben. Ik vind toch dat je inhoudelijk kennis moet hebben over de kanalen, over Facebook, over Twitter, om te begrijpen hoe die mensen communiceren, op welke manier het gebeurt, hoe snel iets zich kan verspreiden, zeg maar. En daar moet je onderdeel van zijn. Dan kun je beter, denk ik, iemand uitzoeken als voorzitter die wel kaas of thee heeft gedronken of gegeten van de materie. We zijn bij een Twitter-expert langs gegaan en we hebben uw tweets is doorgenomen en die zegt, meneer Cohen kan er beter mee ophouden. Nou, dat is mooi. Wie was dat? Dan kan ik misschien ook eens even naar hem toe. Even nadenken hoor, of ik ooit met Job gefacebookt heb. Of ik ooit heb gefacebookt met Job. Weet ik niet. Je hoeft er niet op te zitten om het wel te begrijpen. Misschien juist omdat hij het begrijpt, zit hij er niet op. Dat kan natuurlijk ook.